Hallo, hier ben ik weer met mijn te lezen lijst voor 2017. En dit keer heb ik vijf boeken geselecteerd, vijf non-fictieboeken, die ik graag zou willen lezen in 2017. Ik lees eigenlijk niet zo heel veel non-fictie, maar ik wil dat graag wat meer lezen. En ik koop wel geregeld non-fictie, maar ik kom er nooit aan toe om ze te lezen, omdat ik altijd, ja, ik weet niet, ik ben altijd geneigd om meer naar fictie te grijpen als ik iets wil lezen dan naar non-fictie. Maar dit jaar ga ik proberen om er een voornemen van te maken om ook iets van non-fictie te lezen. En ik heb ook een vijftal boeken geselecteerd. Het eerste boek dat ik graag zou willen lezen is Het Hen van Siddhartha Mukherjee. Dit gaat over Siddhartha Mukherjee, doet onderzoek naar de erfelijkheid van psychiatrische ziektes. Want in zijn familie zijn er al twee generaties psychiatrische gevallen, ja, zieken. En hij doet dus eigenlijk onderzoek naar de het is een beetje erfelijkheidsleer, denk ik. En hij onderzoekt dus eigenlijk de erfelijkheid van psychiatrische aandoeningen. En in zijn onderzoek, het onderzoek is ook een beetje doorweefd door zijn eigen persoonlijke verhaal. Ja, ik vond dat wel boeiend en het is wel een beetje een dikke, maar ik denk dat het wel enorm boeiend zal zijn. Ja, ik weet niet, het sprak mij aan, dus ik heb het gekocht. Dan iets anders is Hoe lees ik? Met inspirerende voorbeelden uit de literatuur van Lidewij Paris. Dit is dus eigenlijk een boek die gaat over over literatuur en hoe je bepaalde dingen moet interpreteren, bijvoorbeeld bepaalde perspectieven. Nee, dat bijvoorbeeld als er een perspectief is dat gebeurt of weet ik veel wat, dat een extra betekenis, een extra dimensie heeft of een tweede laag aan het verhaal. Dus dat heeft eigenlijk een soort, je kan dat interpreteren, je kan daar een interpretatie aan geven of ja, en het gaat eigenlijk daarover een beetje, over verschillende stijlfiguren, perspectieven, weet ik veel wat allemaal. Het is geschreven, het is ook met voorbeelden. Ik denk dat het wel op een ludieke manier zal worden uitgelegd aan de kaft te zien. Dus ik denk dat het wel een leuk boekje moet worden. Dan vervolgens wil ik ook graag iets lezen over Modern Romance, an Investigation van Aziz Ansari en Erik Kleinenberg. Dit is een boek dat gaat over daten in onze tijd. Vroeger trouwde je met de jongen naast je deur en dat was het. En nu zijn er zoveel mogelijkheden en zoveel manieren om te daten. Je hebt speeddates, je hebt online daten, je hebt van alles en nog wat. En ja, het gaat eigenlijk een beetje over de verschillen tussen de vroeger en nu. En misschien ook een beetje proberen uit te zoeken wat het beste was of zo. Daar ben ik niet zo zeker. Maar het gaat dus eigenlijk over daten in onze tijd. Ja, persoonlijk spreekt het boek me wel aan. Omdat ik zit ook wel een keer op Tinder of zo. En ja, ik bedoel, iedereen dat wel een keer. Iedereen die geen relatie heeft natuurlijk, dat wel een keer dus. Ja. En dat wel in een boeiend moet zijn. Dan vervolgens wil ik graag een boek lezen dat ik al een keer gelezen heb. En dat is Borderline Dance van Dirk de Wachter. Ik heb het een aantal jaar geleden gelezen. Ik denk 2014, 2000, nee, 15, 2014 denk ik. Ik weet het niet meer. Of tot 2015. En ik vond dat een enorm boeiend boek. Maar het probleem is, ik heb ondertussen al andere dingen gelezen en ik weet niet meer goed wat dat is. Pardon. Waar dat het precies over ging. En ja, daar moet ik nog een keer opnieuw lezen. Dirk de Wachter is een psychiater, een zeer bekende psychiater. En hij analyseert onze maatschappij dus eigenlijk aan de hand van borderline-kenmerken. Onze maatschappij is eigenlijk, ja, ziek en heeft borderline. In onze maatschappij zijn veel elementen van borderline te herkennen. Maar hoe dat precies
Allee, hoe dat hij het precies uitlegde en zo, dat weet ik niet meer. Dus ik zou het eigenlijk nog graag een keer opnieuw willen lezen. Want ja, ik vind dat wel enorm boeiend. En dan tot slot heb ik ook nog Identiteit van Paul Verhagen. Ik heb in 2015 Paul Verhagen bezig gehoord op de boekenbeurs. Naar aanleiding van zijn boek Autoriteit. Dat is eigenlijk een soort vervolg, denk ik, op Identiteit. Dus ja, ik vond dat wel een boeiend man. Het is ook een soort klinisch psycholoog, psychoanalyticus. Die dus eigenlijk de identiteit van ons zijn. Analyseert volgens onze maatschappij of volgens onze. Wacht hè. Dat we. Allee, de context waarin we leven bepaalt hoe we eigenlijk zijn. Wacht hè, of hoe was het weer? Ja. Dus. We moeten eigenlijk. Allee, we leven in een wereld waarbij je succes moet kennen en dat alles goed moet gaan en je moet. Goed zijn in je job, je moet ook een gezin hebben, dat weet ik veel wat allemaal. En ja, zo die constante druk en zo. En, maar die dwang tot succes en geluk lijkt een keerzijde te hebben. Namelijk, wat ik ga het even lezen, want ik kan niet zo goed uitleggen eigenlijk. Namelijk, het leidt tot verlies van zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. En het maakt de mens eenzamer dan ooit. Dus, de liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden. Dus eigenlijk gaat hij dus eigenlijk. Ja, hij gaat dus eigenlijk ons analyseren in onze maatschappij die. Die gedreven wordt door succes en geluk. En ja, hij gaat dat. Ja, analyseren in het boek. En allee, ik hoor wel zo van boeken geschreven door psychiaters en psychoanalytici en weet ik veel wat allemaal. Omdat ik het wel boeiend vind. Allee, Borderline Times vond ik een heel interessant boek. En ik denk dat ik dit ook wel interessant zal vinden. Ik ga toch wel proberen wat meer non-fictie te lezen. Er komen nog een paar verschillende items. Ik heb nog een paar verschillende itempjes om boeken te lezen. Bepaalde thema's of genres, of ik weet niet echt wat ik het moet noemen. Ja, non-fictie, klassiekers, dat zijn allemaal genres. Genres, ja, dat is ook niet echt, maar ja. Ja, non-fictie is een genre, klassieker, ja, is dat een genre, dat is eerder, ja, ik weet niet. Ik heb nog, wat anders goed gekeken op mijn blaadje. Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 categorieën die ik nog wil bespreken. Dus er gaan nog een paar filmpjes komen. Ik ga in 2017 ook wat meer recensies proberen te schrijven op mijn blog dan. En te filmen en zo. Ik ben een beetje goede voornemens aan het maken voor 2017. Zoals iedereen wel doet. Of dat gaat vervullen, dat weet ik nog niet. Want iedereen is in het begin van het jaar zo super gemotiveerd. En dan, ja, dat is heel over het jaar. En die voornemens, ja, die zijn een beetje verdwenen. Maar ik ga toch wel mijn best proberen te doen. En ik wil ook wat meer lezen en zo. En ja, daarvan mijn lijstjes. Voor mij is dat misschien is dat voor jullie een beetje raar dat ik dat doe of zo. Maar voor mij is dat zo'n beetje een leidraad van wat ik allemaal wil lezen doorheen het jaar. En dat is voor mij ergens een houvast of zo. Of ik weet niet echt hoe ik het moet noemen. Om boeken gelezen te krijgen. Het is niet dat ik die moesting lees of zo, maar ja, ik heb soms nogal de neiging om, als ik dan zo mijn voorneem van ik wil dat boek lezen, dat ik dan in het begin boeit me niet en dan begin ik een ander boek en dan ben ik zo in meerdere boeken tegelijk bezig en zo komt er geen einde aan. En dan is er zo nooit niets uit en
Dus gewoon voor een beetje gewoon vast hebben en zoiets hebben van, dat moet gelezen, allee, dat moet niet gelezen zijn, allee, dat wil ik graag lezen. Dus ja, nogal zo'n beetje chaotisch en zo. Dus ja, maar ik hoop in ieder geval toch wel zeker weer 22 boeken te kunnen lezen volgend jaar. Maar het is ook natuurlijk geen wedstrijd, het is geen competitie. Maar ik wil gewoon ook een ruime keuze hebben en zo, dus van alles en nog wat. En ja, we zien wel waar dat we geraken. Dus, maar in ieder geval, als er boeken, als jullie graag ook non-fictieboeken lezen of andere boeken, je mag altijd commentaar, in de commentaar iets achterlaten. Ik lees dat heel graag en ik zal proberen ook te reageren. Dus ja, en ik zie jullie terug voor een volgende video. Dag!